100 jaar geleden vestigde Werkspoor zich in het huidige Zuilen. Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze wijk. In deze documentaire van U in de wijk Zuilen kijken voormalige werknemers, bewoners van Zuilen en andere betrokkenen terug op dit belangrijke bedrijf. Let op de fietsenstalling, dan krijg je dus de entree, dus dat is dus het portiersgebouw. Het portiersgebouw, dat is dus het ontspanningsgebouw. En dan krijg je de fietsenstalling. Kijk, 1, 2, 3, allemaal fietsen. Geweldig. Door intensieve research van de afdeling Speurwerk en Ontwikkeling van Werkspoor zijn de rij-eigenschappen bijzonder gunstig. Ja, je steekt een sigaret op, hoe stabiel is mijn trein? Hij zit hem rechtop op het tafeltje. Prachtig. Ja. Werkspoor komt naar Zuilen in 1913. Dat is 100 jaar geleden dit jaar. En dan heeft op dat moment Zuilen 944 inwoners. Kan je kort aangeven wat voor type dingen ze allemaal hebben gemaakt? Onderdelen voor de Fokker G1, houten vleugelsegment. Maar ook voor de Hawker Hunter, die ook bij Fokker geassembleerd werd. Daar hebben ze dus ook luchtinlaatstukken voor gefabriceerd. Maar ook het restaurant voor de Euromast. Heel veel bruggen natuurlijk. En ze hebben dus... Ja, nadat ze dus de bruggen gebouwd hadden, bruggen hersteld werden, gingen ze dus ook montagewerk doen. En dat zijn dus bijvoorbeeld werknemers geweest die dus heel Pernis in elkaar hebben gezet. Maar dat hebben ze dus ook over de hele wereld, hebben ze dus raffinaderijen gemonteerd. Dit is vroeger door Werkspoor gebouwd? Dat is door Werkspoor gebouwd, alle drie die bloks. U bent hier ook komen wonen? Ik ben hier in 1963 komen wonen. Waar? Deze hoek hier beneden op de eerste etage, boven de garage. Hoe bent u bij Werkspoor terechtgekomen? Advertentie in de krant. Daar werden typistes gevraagd. Nou, mijn ouders trouwens ook niet, we wisten heel niet waar Werkspoor was. En hoe je er komen moest, ik heb dat ook moeten uitvogelen. En daar ben ik gaan solliciteren. En daar ben ik dus terechtgekomen voor vijf gulden in de week. U bent uit Spanje hier naartoe gekomen. Hoe kwam u daarbij? Werkspoor ging naar Spanje om mensen te contacteren. Werkspoor had Noorde goede lassen, van werken, schilden en timmerman. Had u geen werk of wilde u echt naar Nederland? Nou, ik had in Spanje een vaste band. Maar ik was verloofd met mijn vrouw en ik wou trouwen. Ik zei, nou, een jaar, mooi, gaat hij een jaar weg. Spaar goede centen en dan kon hij weer terug. Maar bevat mij tot deze moment, bevat mij zo goed. Dat je aan mijn verloofde gezegd, nou, wat vind jij om in Nederland te komen? Ik zei, nou, ik weet niet hoe het Nederland is, maar moet jij zelf weten. Dus in deze vakantie die naar Spanje ging ik trouwen en mijn vrouw is teruggekomen en zo is het leven. Dat ben ik en dat is mijn broer, tweeling. U bent de helft van de eerste tweeling in Nieuw-Zuilen. Ja. U was eigenlijk meteen al een fenomeen. Ja, was ik ook, want de burgemeester die kwam bij mijn moeder, heeft ze verteld, een Riksdaal te brengen. Dat was vroeger veel hoor, omdat wij een tweeling waren geboren. Als je die foto's kijkt, dat in de krant heb daar gestaan. En hoe oud waren jullie hier? Nou, ik ben in 24 geworden, 6 jaar. 8 jaar later ging u bij Werkspoor werken. Ja, zo kan je het zien, ja. U bent op uw 14e in de fabriek gekomen. Ging dat altijd zo? Ik ben met mijn vader aangemeld toen ik 14 jaar was. Op 14 februari 1924. Dat weet u nog heel precies. Ja, omdat ik jarig ben, dan ben ik elk jaar. Dus dan moet ik dat weten, dan moet ik opgeborgen worden. U ging echt op uw verjaardag daar meteen naartoe? Ja, werd met mijn vader daar gebracht en aangegeven. Nou, en dan... gingen we weer naar huis toe en dan als het die tijd was, dan gingen we daarheen. En dan gingen we eerst een half jaar de leerschool om de fabriek een beetje te bekennen. Het bedrijf, laten we het zo zeggen, vroeger zei het fabriek, maar het bedrijf bekennen. En dan, als dat achter de rug was, dan werd je overgeheveld naar de leerschool. En dan kwamen we in de leerschool waar al die jongens al werkten. Die zat al in 1, 2, 3, 4, 5e klasse en ik was een nieuweling. We hebben dus hier in de kasten dus allemaal bordjes. Hè? Leerschool ijzerbewerking, leerschool modelmakerij, leerschool houtbewerking, gieterij. Die dingen die ze dus elk jaar maakten bij de bedrijfsopleiding.
van Werkspoor, die werden tentoongesteld. En er stonden dus inderdaad ook van die bordjes bij. En wij prijzen ons gelukkig dat heel veel van die dingen bewaard gebleven zijn. Hè. Dus het eerste werkstuk wat iemand moest maken op de leerschoolafdeling ijzerbewerking, dat heeft hij bij ons gebracht. Het is dus een flesopener in de vorm van een vrouwenbeen. Maar ook, ja, als je kijkt wat de afdeling houtbewerking voor een hele bijzondere verbindingen moest maken. Als je het zo ziet, en dan laat ik het de mensen altijd graag aan alle kanten zien. Van, dit kan niet. Dit is echt op een hele speciale manier een verbinding. Hij heeft er maar een 7 voor gekregen, want de naadjes waren te groot. Ja, maar het is dus, als je het zo ziet, zeg je van dit kan niet. Maar toch kan het wel. Het is dus een dubbele zwaarduchtuitverbinding, zoals dat dan binnen de vaktermen heet. Heel erg mooi gemaakt. We zijn van start gegaan met 2 havens. Het was een houthaven, helemaal onderin. In de haven kwam het houtwerk binnen. Daar had je dus houtopslagloodsen, droogloodsen. En dan werd het dus verwerkt en geleidelijk aan. Er werden dus dingen gebouwd. En dat ging steeds verder en steeds fijner, verfijnder. Totdat het dus bij de ververij en de lakkerij terecht kwam. En dan werd het dus uiteindelijk, maar dan kan je pas om de hoek zien van deze foto, komt het op de rails te staan. En zie je dus dat de treinen het terrein verlaten. In die werkplaats heb ik ongeveer 20 jaar gewerkt. Omdat de laatste 5 jaar ben ik gepromoveerd op kantoor. En ben ik werkvoorbereider geworden. En dat was tot het laatste moment. Wat deed u hier in deze hal? Onze functie was als aftekenaar. Wij puzzelen de hele tekening en wij maken op ware lente. Bijvoorbeeld, dat is een kegel. Wij moeten bepalen de eindepunt en dan gaan we bepalen hoe lang is dit. De omtrek, dus zulke dingen moeten wij zelf bepalen. Mijn eerste dag op de Algemene Dienst Technische Inkoop. Dat is meneer Bolzenbroek. Dat is Thea van den Berg. En dat ben ik. Vond u het niet spannend om daar zo aan de slag te gaan? Heel spannend. Moet je nagaan, in 1941, op een technische afdeling. Ik had nog voor schroeven en moeren hoefden we niet in te komen. Maar had ik verstand van, helemaal niet van gereed en machine. Maar ik moest het wel doen. Even kijken hoor. Ja, hier heb ik hem. Dit is de bankwerkersploeg. Te midden tussen alle mannen? Tussen al die. Het was één groep mannen was dit. Ja. Dit was één groep en de andere bazen hadden ook zo'n groep. Hoe was dat voor u om tussen al die mannen te werken? Nou, dat was. Ja, moest je wel even aan wennen natuurlijk. Maar ik vond het verder prima met die mannen werken. Je kan beter met die mannen werken dan met vrouwen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja dat was. Die waren recht door zee en niks, geen flauwekul. En dat was uitstekend. Want hoe gingen die eerste werkdagen? Kunt u zich dat herinneren? Zenuwachtig natuurlijk, omdat je jong bent en werd er niks gewend. Want u ging dan met iemand mee kijken? Of? Kijken en dan leer je dat. En dan ben je in de afdeling en in de bedrijf door. Waar bouw 1 was, bouw 10, bouw 12. En, nou, en dan als je dat dan wist, dan moest je, kreeg je ook wel eens een postzak komen. Dan moest je de post ombrengen in die afdeling waar je tegenwoordig ook hebt. En dan als je daar een tijdje was, dan werd je gedoopt. Dan ben je in, laat maar zeggen, en moet je met je kop douwen in een ton water. Of met je hoofd dan. Een hoofd water. Of je douwen in een koperkist. De koperkist, dat is een kist waar ze alle afvalkoper in deden. En dan douwen ze in, dan gooien ze een emmer water overheen. Dan was je gedoopt, zogenaamd. Kijk, dat is ook een Werkspoor op Curaçao. Wij maken voor de hele wereld vaten voor de chemische industrie. Voor de Arabische landen en voor die was voor Curaçao. Was u daarbij? Nee, ik was toch niet in Nederland. Want er staat boven trots op Werkspoor. Dat bent u volgens mij ook wel. Ja, ik ben het toch. Ja. De longstrook. Toen werd betaald. Per 14 dagen. Gewoon cash, hè? Ja. Hier stonden de lassers en de bankwerkers en de plaatwerkers, die stonden hier.
Die gebouwen die daar zien staan, mm-hmm. daar stonden wij. Ja. Daar waren de aftekenaars. Hoeveel mensen werkten hier in de hal? Nou, zeker een 200, zeker. Ja. En daar reken ik niet bij wat in de tekenkamer zat. Hè. Die zat boven, de werkvoorbereiding zat boven, op één hoog. Mm-hmm. Boven, twee hoog, zat de tekenkamer. Mm-hmm. En dan had je nog kantoren van de directie. Hè. Die zaten aan de voorkant. En aan de achterkant, achter, daar zat dat eigenlijk weer een stuk personeelsbeleid. Ja. We zijn overgekomen hier met 200 man uit Amsterdam vandaan. Toen zei de directie, er zijn 200 rode honden. Jullie kwamen uit Amsterdam en namen zeg maar die linkse beweging mee hier in Utrecht. Ja, want 50% was gereformeerd of katholiek die mee kwam uit Amsterdam. Maar ze waren volgens de directie ook rood. Zag je dat verschil zelf ook dan? Of was het gewoon meer... Nee, helemaal niet. Het was een grote solidariteit onder de mensen. En dat moet je ook doen. En dat ging ook... verschillen die er waren in de beloning. Want de directie die stelde dus vast... die krijgt er geld bij of die krijgt er geld bij. En dan zagen wij, nou, dat heb je aardig gedaan... maar je hebt er een paar vergeten, hè? En die moet er ook bij. En dan gingen wij naar de bak... Want het was ook wel een heel sociaal bedrijf, hè? Ja, heel sociaal. Heel sociaal. Waar merkt u dat aan? Nou, gelukkig heb ik één baas gehad. Je hebt nog geen ander gehad. Maar in de loop van die tijd... toen is weer iets veranderd. Niet ver. Maar ik ben toen afgekeurd. Ik heb niet meer gewerkt. Maar als je hoorde wat nu gebeurt... dan vind ik dat ik er gelukkig ben geweest... met die bar die hij gaat. Kijk, dat is een stuk vliegtuigglas. Dat is uit een vliegtuig gekomen toen die moffen hier kwamen. En dan hebben we dat vliegtuig neergeschoten bij de hommel is die terechtgekomen. En dan hebben de jongens van dat vliegtuigglas en hebben dat helemaal bewerkt, gepoetst en gepolijst. En dan hebben we daar een dubbeltjes ingedrukt. Werkte u toen ook voor de Duitsers? Of? Allemaal voor de Duitsers werken, want we kregen toen een oudswijs kregen dan. En hij was blij dat hij dat had, anders werd hij naar Duitsers getransporteerd. Heeft u ook wel nare dingen meegemaakt? Je werd wel eens opgeschrikt en de portier die meldde dan aan de baas, de razzia, je weet wat dat bedoelt, de razzia. Dan kwamen die moffen naar binnen en dan wouden ze mensen meenemen. En dan werden ze op transport gesteld. Dan kon je naar Duitsland toe. Nou, dat hij niet best. In de oorlog hebben ze natuurlijk een heleboel dingen meegenomen. En na de oorlog moest dat allemaal weer opgebouwd worden. Nou, dat was een klus, hoor. Want werd dat gewoon gestolen, ja, eigenlijk? Ja, er waren Duitsers, die moffen die waren op de fabriek. Want we hebben natuurlijk ook voor de Duitse Weermacht hebben we die wagons gebouwd. En de hele mikmak lag natuurlijk in Nederland ook op zijn kop. Er kwamen er ook wel eens anderen en die kwamen de werkplaats in. En dan gingen ze schieten, hè? Zogenaamd, of niet zogenaamd, maar schoten ze een paar kogels af. En dan riepen ze, ja, het komt hier eruit. Maar wij waren verstopt, hadden wij. Maar ik was in die grote staalblaas, waar ze altijd treinen schoonpoten met staalkorrels. En toen was ik die trap opgekomen en had ik daar een hele vlonde daar liggen. En dan lag ik daar in donker. Dus je konden mij niet en ze dorsten zelf niet naar boven te komen. En ik denk, Bas, wat hoor ik nou toch naast me? Hijgen. En toen lag de baas naast me. All is true. All... Kende u ook dat smokkeltrommeltje? In de oorlog... Dan hadden die Duitsers die hadden kolen en die verbrandden ze. Dat werd dan koks. En als ik dan een bonnetje uitschreef, dan kwamen de mensen bij mij en schreef ik een bonnetje uit. Dan konden ze koks gaan zoeken. En dat deden ze dan in een trommeltje. Maar ze namen ook wel eens op een andere manier dat ze het weghaalden zonder bonnetje. En dan werd het meegesmokkeld en daar gebruikten ze die dingen ook voor. We komen hier op het hoekje waar wij stonden met de sportkrant. Dat is waar nu dat fietsenstoplicht staat ongeveer. En ik stond op deze hoek en mijn vader, of mijn broer, net wie er was, die stond op de andere hoek.
vroeger zijn wij in 1957 zijn wij in Utrecht gekomen. En toen was het wel heel interessant om daar op de hoek van de straat met de sportkrant te gaan staan. Hebben mijn vader en een broer van mij en ik stonden we op alle hoeken van het werkspoorterrein en eigenlijk bij het Julianenpark die kranten te verkopen. Ook voor de passanten, maar ook voor de mensen die vanuit Apkoude en Amsterdam met bussen aangevoerd werden naar werkspoor. Later is dat veranderd, toen ben ik naar achterdoor geschoven, toen heb ik een mooi plekje genomen en toen ben ik daar gelijk tabak gaan verkopen. En dat deed ik toen in een koffer en dat op een schraagjes, dat was allemaal heel ouderwets. Ik kwam op een fiets en had ik die koffer die legde ik zo op mijn stuur en ik kwam zo aanrijden en die schraagjes die had ik daar staan. En bij de portiersloge en die werden dan uitgeklapt en de koffer ging erop en de koffer ging open en zo stond ik mijn handel te verkopen. Hier stond ongeveer de portiersloge. En dat was een glazen gebouw en daar konden de mensen binnen door. Als het hek dicht was, dan gingen ze door de portiersloge heen. En als het, ja, en als het heel slecht weer was, dan stond ik wel eens daar in het hoekje bij het ontspanningsgebouw. Voor personeelsleden, die konden daar naar binnen toe. En de schraagjes pakte ik hierop en zette ik of daar neer, of hier bij de portiersloge, of daar. Maar precies in dit hoekje, in die driehoek eigenlijk. Het ontspanningsgebouw zelf, wat had dat voor functie? Je had dus zeker in die periode dat er nog geen televisie was, een enorm actieve personeelsvereniging bij Werkspoor. En de personeelsvereniging Werkspoor Utrecht had allerhande onderverdelingen. Je had een schaakclub, een voetbalclub, een hockeyclub, een tennisclub, een gymnastiek, orkest, alles, een bloemenclub, een motorclub, van alles werd er gedaan. Lepeltje van het zoveel jaren bestaan van Werkspoor. Dat was bekende mevrouwtje van Werkspoor. Symbool voor ontspanningsdeel van Werkspoor. Ja. Nou, dat ga ik dus aan Scharrenburg geven. Dat is goed voor ik ben nu 91, dus dat is goed voor het museum. Almost blue. Almost blue. Wees welkom in mijn Weldrupsdorp. Personeelsvereniging Werkspoor, we stond op een goed naar zo. Ik heb er eentje in bruikleen. Nee, ik heb hem in bruikleen. Oh, dus als ik hem mag hebben voor het museum. Ja, dubbel ook. Ja, vind ik heel erg leuk. U heeft net een heel mooi lepeltje gekregen. Wij zijn heel benieuwd waar dat hier een plekje gaat krijgen. In de kast met personeelsvereniging spullen, want daar hoort hij thuis. Kijk, en hier heb je dan ook het lepeltje waarvan ik zei van ja, ik heb er een in bruikleen. Ja. Maar die heb ik dus van de schaakclub. Schaakclub was er ook. Hoi, Manuel. Hallo, Gerrit. Hoi, jongen. Het is een tijd geleden hè, dat we elkaar gezien hebben. Hè? Ik denk dat de laatste keer was hier bij Harweg heen. Want u kwam dan in 59 en op een gegeven moment hebben jullie elkaar ontmoet. Kan u zich dat nog herinneren? Ja, ik ben in juni 61 begonnen te werken. Ja. En toen waren we bijna een jaar in Utrecht. Jij verstond mij niet, maar we kwamen gewoon uit de voeten. Dan moet je horen als je een tekening voor je hebt liggen. Mooi, hier heb je de tekening. En dan zei ik enkel tegen iedereen hoor, die kwam, zei ik jongens, aftekenen zo. Van onder naar boven de lijn uitzetten en van links naar rechts. En van bovenaf controleren en vanaf rechts controleren. Toen kijk je terug op jouw tijd in de ondernemingsraad? Ik kwam hier in 59. Ik weet niet eens exact, want die tijd gaat zo snel. Maar ik ben geloof ik na 8 jaar geloof ik in de ondernemingsraad gekomen. En wat voor dingen deed zo'n commissie? Die keken over de werkomstandigheden, die keken naar de veiligheidsaspecten. Die besloten of er overgewerkt moest worden of niet overgewerkt. De directie vroeg meestal of er overgewerkt kon worden. Daar kwamen we nu zelf nooit bij. En dan besluiten wij, ja, we deden het of we deden het niet. Als de werkdag begon, begon je eigenlijk hier die om te kleden. Dan ging je aan de gang. En als je klaar was, dan ging je naartoe, ging je douchen, ging je wassen. Hier mensen die dus niet in gemeenschap willen douchen, had je die hokjes. En de vrouwen die moesten thuis douchen? Ja, er werkte geen vrouw in de fabriek. Helemaal niet? Nee. Vind je het leuk om hier zo weer te staan? Oh, ik vind het altijd leuk om te kijken, maar het is toch ook wel een beetje droevig.
Ja. Ik was wat zoveel wat hier staat, wat gebruiken worden om nog productie te maken en zo. Dan, nee. Nou heeft u hier volgens mij een hele bijzondere tekening. Dat is nog het ouderwetse schraagje, je kunt hem zien. Die ik dus neerzette bij de portiersloge, die klapte ik op en dan zet ik mijn koffer op. Dat was het beginstadium. En later zeg ik, is die koffer de auto ingegaan en toen kwam ik niet meer met de fiets. Nee. Hij heeft er ook nog een heel verhaal bij gemaakt met een felicitatie. Dat begint met goedemorgen of ha, die André. Even een doosje sigaren, dat is het handgeld. En een drophoesttablet cadeau. We zien je elke morgen weer graag, al is het zwaan als wel wat traag. Kom op, André. Even een caballero en nu het weer, het is weer goed vandaag. En zo gaat het nog even door en dan wens je me al het beste. En vond ik heel erg leuk en dat heb ik ook altijd bewaard. En dat is een hele leuke herinnering aan meneer Roosendaal. Hij heeft dat geschreven namens de portiers van Werksboer. In verband met de bouw van grote apparaten voor de chemische en petrochemische industrie werd onlangs op dit terrein een nieuwe apparatenfabriek gebouwd. Door intensieve research en lange ervaring op lasgebied is men in staat installaties en apparaten tot zeer grote afmetingen en gewichten in korte tijd te bouwen. Ja, zo'n fabriek had wel zijn ups en downs. Als ze dus op een gegeven moment heel veel nieuw personeel nodig hadden om de, ik noem maar wat, hè, dus die grote Argentijnse orde in 1952. Nou, dan barsten ze echt uit hun voegen. Op dat moment is Werksboer de grootste wagonfabriek van Europa. Dan heb je heel veel personeel nodig. En dan weet je dus hoeveel ook mensen werkten hier toen? Nou, uiteindelijk hebben er bij Werksboer meer dan 5000 man gewerkt. Wat betekent voor die mensen dat die fabriek dicht moest? En ze vonden het echt heel erg. Maar ja, kijk, Talbot die kreeg die order. En ja, Werksboer moest toen de draaistellen gaan maken voor Talbot in Aken. Want die hadden dus nog nooit een draaistel gemaakt. Dat was een goederenwagenfabriek. Wat is een draaistel? Een draaistel is het wielenstel onder een personenrijtuig. Dat is tweeassig, vierassig. Daar zit een heel groot verschil in. En dat konden ze bij Talbot en Aken in instantie konden ze dat niet maken. En dat heeft Werksboer moeten doen. En toen zei de Werksboer-directie van ja, als wij die fabriek open willen houden, willen we toch wel graag de garantie voor het voor het personeel, voor de afname van een bepaald aantal, minimum aantal rijtuigen per jaar. En die garantie kregen ze niet van minister-president Den Uyl, want ja, die werkloze mijnwerkers die konden mooi bij Talbot en Aken aan de gang. Die vakmensen in Zuilen die vonden wel een andere baan. Toen ging de fabriek dicht. Ja. En toen zei Talbot en Aken van ja, we hebben op die eerste twee orders wel erg veel verlies geleden. Als we niet om willen vallen, willen we ons dan alsnog 1 miljoen gulden nabetalen. Dat hebben ze gedaan, maar daarmee waren ze uiteindelijk duurder als dat Werksboer geweest was. En dat maakt het heel zuur voor heel veel werksporters.